Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij de locatiekeuring bij Gebroeders van Manen in Ede. Prachtige dag voor een keuring. Vandaag een mooi aantal paarden, 27. We beginnen met een veulenboek hengst. Daarna 10 paarden voor opname, 10 voor graadverhoging, 2 stermerries en 4 kroonmerries. En veel plezier bij het kijken naar deze livestream. Ik sta hier samen te jureren met Corrie Terpstra en Dick Brummel, die als aspirant jurylid meeloopt. For the people from abroad, a warm welcome for you. We are here present at the inspection at location at Gebroeders van Manen Stables in Ede. We have 27 horses to judge and we wish you a good view today. We beginnen vandaag met een veulenboek hengst voor sterverklaring. Ja, en dat betreft catalogus nummer 27, Arias Nanneke P. Het is een 4-jarige hengst van Norbert uit een onnermoeder. Fokker-eigenaar is J. Peters in Hogeloon. En de stokmaat is 1,65 meter. We start with the fullbook stallion for star decoration. It's number 27. He is 4 years old. And the height at widows is 165. Ja, een mooi paard om deze keuring mee te beginnen. De uitslag van catalogus nummer 27. Een hengst met veel rasuitstraling, een mooie voorhand. Wellicht een tikkeltje zwaar in de hals en de hoofd-halsverbinding. Maar een edel hoofd, veel behang, een goed gestelde hals en voornamelijk een sierlijke belijning. Wat bouw betreft zit deze hengst harmonisch in elkaar. Beschikt over een goede bovenlijn, de juiste proporties. Het beenwerk is droog en correct gesteld. De stap zou wat meer door het lichaam gestapt mogen worden en ook wat meer lengte mogen hebben. In draf toont de hengst veel bravoure, maar in de stukken als hij zichzelf een beetje geeft. Een heel mooi voorbeengebruik, goed achterbeengebruik, mooie zelfhouding. Deze hengst wordt vandaag sterverklaard. The result of number 27. This stallion is declared star today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Het is een merrie met een heel fraai hoofd, met veel expressie, ook veel behang, mooie halsvorm. Dus wat rasbetype betreft scoort merrie meer dan voldoende. Als we naar de bouw kijken, dan zouden we uit het oogpunt van duurzaamheid en functionaliteit graag een wat meer gesloten bouw zien. Het middenstuk mag sterker, de merrie is erg hoog in het kruis en wat neerwaarts gebouwd. Dus dat zouden we graag sterker willen zien. Het beenwerk is voldoende hard, de voorbeenstand kan correcter. In stap zou de merrie met meer overtuiging mogen stappen, ook met meer lengte mogen stappen. In draf waardeert de merrie zich weer op met veel balans en veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The result of number 1, she is accepted in the studbook, no premium.
Dan de uitslag van catalogus nummer 2. Mary met voldoende jeugduitstraling, voldoende expressie in het hoofd. Zou wat meer neklengte mogen hebben, ook wat minder onderhals. Wat bouw betreft heeft de Mary een goede bovenlijn, goede schouderpartij. Het beenwerk is hard. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap zou de Mary met meer overtuiging mogen doen. Meer buiging in de sprong en ook meer gelijkheid in de passen. In draf heeft de Mary voldoende ruimte, maar zou meer oprichting mogen tonen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 2, she is accepted in the studbook, no premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie die veel behang heeft, voldoende expressie in het hoofd heeft, een goede verticaal gestelde hals. Merrie die wat meer jeugduitstraling zou mogen hebben. In de bouw zou ze wat hoogbeniger mogen zijn. Ze heeft wel een goede romprichting. Het beenwerk is voldoende droog. Voorbijstand zou wat correcter mogen. De merrie die draaft met veel takt en balans. De stap is helaas de bottleneck voor dit paard. We hebben haar extra lang laten stappen, maar ze zou hier meer takt en regelmaat moeten tonen. En dat maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek zonder premie. Result of number 3. She is accepted in the studbook. No premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een langgelijnde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Merrie heeft een hoofd met veel expressie. Zou wat meer neklengte mogen hebben, maar ruim voldoende rasuitstraling.
Heeft een horizontale romprichting, goede schouderpartij, goede bovenlijn. Wel strak op de lendenen. En dat zie je in beweging ook terug. Het paard moet echt zijn lendenen goed loslaten om tot goed ruggebruik, lichaamsgebruik te komen. Het beenwerk is hard. De stap zet hij het voorbeen goed weg. En als de rug losgelaten wordt, is er ook voldoende ruimte en takt. In draf zag je dat ook terug. Als het paard tot ontspanning komt en niet hoog tempo wordt voorgesteld, dan is het paard heeft een goede beentechniek, voldoende ruim gedraven. Zou misschien iets meer mogen doortreden nog. Maar overal maken we deze merrie vandaag ster met een tweede premie en wordt dus ook opgenomen in het stamboek. Result of number 4, she is accepted in the studbook, declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een grootramige merrie die
wat meer jeugd zou mogen uitstralen. Ook wat rijker in de voorhand zou mogen zijn wat rastype betreft. De bouw is voldoende, zou wat sterker mogen in het middenstuk. Merrie beschikt over keihard beenwerk, ook correct gesteld beenwerk. Stapt met heel veel lengte, mag daarbij nog iets actiever, resoluter doorstappen. De draf heeft voldoende B-techniek, voldoende opwaarts. Deze Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 5, she is accepted in the studbook with a third premium. Dan de uitslag van catalogus nummer 6. Is een aansprekende Merrie met een mooie voorhand. Merrie die in de bouw een positieve romprichting heeft. Ook een royale schouderpartij heeft. Het kruis zou iets minder hellend mogen zijn en iets meer lengte mogen hebben. Paard beschikt over keihard beenwerk. De stap is actief en takt vast. In draf toont de Merrie een krachtig gebruik van het achterbeen. En voldoende balans. Deze Merrie wordt vandaag ster gemaakt met een tweede premie en opgenomen in het stamboek. Result of number 6, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Een royaal ontwikkelde merrie die voldoende expressie in het hoofd heeft. Wat meer neklengte zou mogen hebben. Ook de hals zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Merrie die wat naar voren gebouwd is. Wat geslotener in de bouw zou mogen zijn. Ook wat meer jeugduitstraling nog mag hebben. Merrie beschikt over heel droog beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De merrie stapt met voldoende takt en ruimte. Iets gehaast soms. De merrie die waardeert zich op in draf. Waar ze veel techniek en souplesse toont. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 7. She is accepted in the studbook with a third premium. De uitslag van catalogus nummer 8. Een langgelijnde merrie die een edel hoofd heeft, ook een lange hals heeft met een mooie vorm. Merrie heeft een sterke bovenlijn, een horizontale romprichting. Het beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is wat sabelbenig. De merrie stapt goed met ruimte en takt. In draf toont ze veel ruimte, voldoende takt. Voldoende buiging ook in het spronggewricht. We zouden wel graag zien dat het achterbeen wat resoluter en verder onder de massa geplaatst zou mogen worden. Maar overal wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 8. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
De uitslag van catalogus nummer 9. Een langgelijnde merrie. Zou wat meer jeugduitstraling mogen hebben. Merrie heeft een hoofd met voldoende expressie. De hals heeft ook voldoende lengte, maar zou verticaler gesteld mogen zijn. De merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn, is iets hoog in het kruis. Ook een beetje naar voren gebouwd. Merrie beschikt over het droog beenwerk. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap heeft veel lengte. In draf heeft de merrie, zou de merrie meer tot dragen mogen komen, meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Result of number 9, she is accepted in the studbook, no premium. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een merrie die veel rasuitstraling heeft, veel behang heeft. Een voldoende edel hoofd, goede halsvorm. Merrie die ook heel harmonisch gebouwd is met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Merrie beschikt over droog beenwerk. De stap is opvallend goed van dit paard. Stapt goed door het lijf, goed naar voren met veel takt en ruimte. In draf, met name als de merrie wat terugkomt in het tempo, dan krijgt ze nog meer buiging in het achterbeen. Wordt het achterbeen nog beter onder de massa gezet. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. En dus uitgenodigd voor een tweede bezichtiging. Result of number 10. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Merrie die veel behang heeft, voldoende expressie in het hoofd. De halsvorm die zouden we graag wat meer verticaal gesteld zien en wat meer, minder onderhals. Merrie die heeft een goede bovenlijn, goede schouderpartij. Voor haar 10-jarige leeftijd ziet ze er ook uitstekend uit. Als we naar de kwaliteit van het beenwerk kijken, hebben we een bemerking op de kwaliteit van de linkersprong. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf zouden we graag zien dat de merrie meer in verbinding loopt, meer ruggebruik toont. Ook het achterbeen resoluter onder de massa en krachtiger onder de massa zou zetten. Bedankt voor de presentatie, maar vandaag geen primering. Result of number 11, she doesn't get a premium today. De uitslag van catalogus nummer 12. Een sympathieke merrie met een mooie lichte hoofd-halsverbinding, een lange hals. Die wat rastype betreft wel weer wat verticaler gesteld zou mogen zijn. Een merrie die wat bouw betreft wat sterker in rug en lenderen zou mogen zijn. De aansluiting zien we graag sterker. Merrie heeft droog beenwerk. Is de merrie wat afgepast. Zou ook wat meer buiging in de sprong mogen laten zien. In draf heeft de merrie voldoende takt, voldoende buiging in het achterbeen. Maar mag dit achterbeen beweegt eigenlijk de verkeerde kant op. Het achterbeen mag meer onder de massa geplaatst worden. Deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd, maar bedankt voor deze presentatie. Result of number 12 doesn't get a premium today.
De uitslag van catalogus nummer 13 is een merrie met een mooi klein hoofd en een veel expressie in het hoofd. De hals zouden we graag wat langer zien. Merrie die in bouw iets harmonischer zou kunnen zijn, iets sterker in het middenstuk. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is sabelbenen gesteld. De stap sluit voldoende aan en zouden bij het voorbeen wat verder weg mogen zetten. In draf toont de merrie een goede techniek, maar blijft een beetje in een hoog ritme draven. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Result of number 13, she gets a third premium. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een sterk gebouwde merrie die een heel fijn hoofdje heeft. Veel behang, mooi zwarte kleur. Merrie in bouw een goede bovenlijn, goede kruisligging. Voor het mooie zou het voorbeen misschien nog iets langer mogen zijn, maar er is altijd wel iets. Merrie die goede kwaliteit beenwerk heeft. Merrie die actief stapt en voldoende door het lichaam stapt. Ook in draf veel balans toont, veel buiging in het achterbeen. Wat een fractie nog meer onder het lichaam geplaatst mag worden. Maar een hele complete merrie en die verklaren we dan ook graag ster vandaag met een tweede premie. Result of number 14. She is declared star today with a second premium. Ja, ik blijf hier. We gaan even pauzeren, maar niet voordat we een vraag hebben beantwoord van een van onze kijkers uit Australië. Die vraagt wat er nou steeds onder de neus van het paard wordt geschoven. Nou, voor de Nederlanders is het misschien wel bekend. Hè? Dat is een rammeldoosje. De keiendoos. De keiendoos. En dit is een hele oude, die gaat al 60 jaar mee. Nee, zelf. 20 jaar denk ik. Heeft ook vele hengsten naar kampioenschappen geleid en die wordt onder de neus van het paard gedaan om de aandacht te krijgen. Maar nou is de uitdaging nog om dit in het Engels te vertalen. There was a question from a viewer from abroad, from Australia. And she was asking what was under the nose of the horses to get their attention. Now it's just it's a rattle bowl and it's filled with macaroni. And it makes noise and it gets the attention from the horses. And this is a world famous rattle bowl because it has helped a lot of studbook stallions like Beard, Matisse, Hessel, Norbert to their championships. So I hope we have answered your question by this. Thank you very much, Henny van Manen. We gaan even een half uur pauzeren. En hoe laat komen we terug? Half één zijn we weer bij u terug.
Beste mensen, we gaan verder met het tweede deel van de locatiekeuring hier bij Gebroeders van Manen in Ede. We waren bezig met de rubriek graadverhoging en daar gaan we mee verder. Catalogus nummer 15 komt zo in de baan. Een 5-jarige stamboekmerrie van Pier uit een Ulke moeder. De fokker is mevrouw S.A. Snellenburg in Grashoek en de eigenaar de heer Frenken in Aalten. De merrie meet 1,68 meter. Dear viewers from abroad, we continue the inspection at location at Gebroeders van Manen stables. We continue the category of studbookmares. We start with number 15. It's a 5-year-old studbookmare and the height at Widdes is 168. Oh,
De uitslag van catalogus nummer 16. Een merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Misschien iets meer neklengte zou mogen hebben. Ook de halsvorm zou wat fraaier mogen. Merrie die een bouw wat driedelig aandoet. Wat sterker zou kunnen zijn in de verbindingen. Beenwerk is droog. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De merrie stapt, zou het voorbeen een stap verder weg mogen zetten. Ook het achterbeen kan beter aansluiten bij het voorbeen. In draf toont de merrie voldoende buiging in het achterbeen, voldoende kracht in het achterbeen. Maar ook hier mag het voorbeen verder worden weggezet. De merrie krijgt een derde premie. Result of number 16, she gets a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 17. Een merrie die luxe uitstraalt. Merrie die correct gebouwd is, goede bovenlijn heeft. Voor het mooie zou die misschien nog iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Merrie beschikt over droog beenwerk. Achterbeen is wat gehoekt. De merrie stapt met veel lichaamsgebruik. En hele bruikbare stap. Dat geldt ook voor de draf. Achterbeen wordt met snelheid onder de massa geplaatst. En merrie toont daarbij voldoende balans. Dus deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Result of number 17. She's declared star with a second premium.
De uitslag van catalogus nummer 18. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Een merrie die ook ruim voldoende sterk gebouwd is. We hebben een bemerking op de kwaliteit van met name de linkersprong. En ook in de stap zien we dat de merrie regelmaat mist. En dat zit met name in het linker achterbeen. In draf heeft ze voldoende zweefmoment, maar ze beweegt meer achter de massa. En ook daar zien we enige ongelijkheid in de benen. Dus vandaag helaas geen primering voor deze merrie. Number 18 doesn't get a premium today.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 19. Een jeugdige merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Vriendelijk hoofd, veel behang, mooie zwarte kleur. Merrie die ook correct gebouwd is. Wat beenwerk betreft zouden we graag de sprongen iets meer kwaliteit zien uitstralen. Ook de voorbeenstand zou correcter mogen. Ze zou overtuigender mogen stappen. Draf heeft ze een veel buiging in het achterbeen, wat goed gevouwen onder de massa wordt geplaatst. Deze merrie krijgt een derde premie. Voor een hogere waardering zit de stap en het beenwerk haar in de weg. Result of number 19, she gets a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Merrie die royaal ontwikkeld is, moderne opdruk heeft, lang gelijnd is, goede bovenlijn heeft. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is op het achterbeen na correct gesteld. Achterbeen is dan een fractie gehoekt. De stap is takmatig maar kort. In draf toont de merrie veel trit, komt goed van de vloer, toont veel balans. Met de draf compenseert ze ook wel voor het gebrek aan lengte in de stap. En dat maakt dat we vandaag deze merrie ster verklaren met een tweede premie. Result of number 20, she is declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Een hele statige merrie met heel veel rasuitstraling, een prachtige voorhand, veel behang, edelhoofd, hele fraaie halsvorm. Merrie die lang gelijnd is, voor het mooie wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn, iets meer voorbeenlengte zou mogen hebben. De merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap is vlot met veel lichaamsgebruik. In draf, ja, dan zou ze meer, het achterbeen is voldoende krachtig, maar ze zou meer oprichting mogen tonen en meer gedragenheid mogen tonen in de draf. Maar de merrie heeft op andere punten veel over, dus wij geven deze merrie vandaag een eerste premie en we nodigen haar uit voor nog een bezichtiging. Catalogus number 21, she gets an invitation for a second viewing today and a first premium. Dan de uitslag van catalogus nummer 22. Een langgelijnde merrie
die wat naar voren gebouwd is. Merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Wat bouw betreft heeft hij een voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. Het voorbeen is wat hol. Ook de voorbeenstand linksvoor zou wat correcter mogen, is wat toontredend. De merrie heeft een goede stap. Goed door het lichaam gestapt en krachtig naar voren gestapt. In draf toont de merrie voldoende balans en een voldoende krachtig achterbeen. Deze merrie wordt bedankt voor de presentatie. Krijgt geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Maar wel een hele fraaie stermerrie. Dankjewel. Nummer 22 is a good star mare, but doesn't get an invitation for the second inspection. Ja, hierbij de uitslag van catalogus nummer 23. Een 10-jarige merrie die veel duurzaamheid uitstraalt. Een langgelijnde, grootramige merrie. Lange hals, edel hoofd, veel rasuitstraling, moderne opdruk. Goede bovenlijn. Merrie die droog beenwerk heeft. Achterbeen misschien een fractie sabelbenig. Ze zou meer door het lichaam mogen stappen. Ze draaft met veel vermogen. Goed het schoft omhoog gebracht, heel mooi voorbeengebruik, veel balans. Deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor de tweede bezichtiging.
I translate it to English because the owner is from abroad. Number 23, it's a mare with long lines, good racial type. The durability is very good of this horse. The quality of the leg is good. Legs is good. A little bit of sickle hocked hind leg. In the walk, it could have more length and more use of the body. The trot is excellent with a good posture, a good use of the front leg, and also a powerful hind leg. This mare gets an invitation for a second inspection today and also a first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 24. Een 9-jarige kroonmerrie. Merrie die, die heeft net een veulen gehad. Merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. In bouw op dit moment iets bespiering mist en iets sterker zou mogen in het middenstuk. De merrie die heeft voldoende kwaliteit beenwerk. In de stap maakt ze wat ongelijke passen. In draf toont ze veel takt en schakelend vermogen. Op dit moment is ze voor een aanwijzing, komt ze niet in aanmerking. Haar sterke punt is de draf. Maar op de andere fronten zou ze meer mogen overtuigen vandaag. Wel heel erg bedankt voor deze presentatie van een goede kroonmerrie, 9 jaar oud. Dankjewel. Number 24, doesn't get an invitation for a second inspection.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 25. Achtjarige Crow Mary. Mary met een hele mooie voorhand. Heel sprekend, veel rasuitstraling. Mary die een goede bovenlijn heeft. De kruisvorm zagen we graag iets minder hellend en iets minder rond. Mary die heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand zou correcter mogen en ook de bewegingsafloop in stap en draf is daarmee gecorreleerd. De Mary stapt voldoende, zou iets meer ruimer en krachtiger kunnen in stap. In draf toont de Mary veel takt, veel vouw in het achterbeen. Hele mooie Mary, maar komt vandaag wat de stap betreft en de beenstanden niet in aanmerking voor een tweede bezichtiging. Nummer 25, doesn't get an invitation for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 26. Een luxe, moderne Mary die veel jeugd uitstraalt, veel rasuitstraling heeft. Ook zeer correct gebouwd is met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Mary die heeft correct gesteld beenwerk, voldoende droog. Helaas overtuigde Mary vandaag niet in beweging om in aanmerking te komen voor een eerste premie. Heel erg jammer, heel correct exterieur, maar... geen uitnodiging dus, omdat ze in beweging meer mocht overtuigen. Number 26. She is not invited for a second inspection today. Very good exterior, but the movements were not sufficient for a first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Voor kroonverklaring moet zowel exterieur als beweging 7,5 of gemiddeld of hoger zijn. Kan niet meer voor elkaar compenseren. Deze merrie die valt op door haar jeugdige uitstraling, veel rasuitstraling, een zeer correcte bouw, goede kruisligging, ook heel droog beenwerk. De merrie die presenteert zich in beweging weer net zoals vanochtend, waarbij vooral de stap opvallend goed is. Goed door het lichaam gestapt met veel kracht. Ook in draf laat ze heel veel functionaliteit zien. Deze merrie die is overtuigend geweest vandaag en wordt daarom voorlopig kroonverklaard. Nummer 10 is declared preliminary crown. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Een hele rastypische merrie. Merrie die zich ook in stap weer goed presenteert. De merrie wordt vandaag niet voorlopig kroonverklaard, omdat ze dan in bouw en in draf overtuigender zou mogen zijn. Een hele mooie eerste premiester merrie met heel veel rasuitstraling. Dankjewel en een goede stap. Result of number 21 is not declared provisional crown.
Dan het laatste paard van vandaag. Catalogus nummer 23, een Cro-Merrie. Die hier voorgesteld wordt om in aanmerking te komen voor modelverklaring. En zoals gezegd, hè, model het hoogste predicaat. We stellen hoge eisen aan exterieur. Ook hoge eisen aan beweging. En zeker aan eisen aan beweging in testen. Nou, de test heeft deze Merrie al overtuigend gedaan met 79 en 80 punten. Als we naar het exterieur van deze Merrie kijken, dan zien we een hele moderne, langgelijnde Merrie met veel rasuitstraling, goede bovenlijn. Merrie is zogend, toont heel veel duurzaamheid, keihard beenwerk. En dan denk ik dat u wel weet waar wij op afstevenen. Deze Merrie wordt vandaag model verklaard. Number 23 is declared model today. Nou, we gaan nog even een ereronde doen, denk ik. En terwijl de ereronde plaatsvindt, kan ik vast afsluiten. Ik wil allereerst mijn collega's Corrie Terpstra en Dick Brummel bedanken voor de fijne samenwerking hier vandaag. We hebben heel plezierig met z'n drieën gekeurd. Ook hier de gebroeders van Manen, vlotte medewerking, vlotte aanvoer van paarden. Bedankt publiek hier voor het kijken. En ook u thuis weer bedankt voor het bijwonen van deze livestream. We zien u graag een volgende keer weer. Dank u wel. En hier nog een hele mooie ereronde van onze kersverse nieuwe modelmerrie. Gea van de Slothoeven. For the people abroad, this was the last mare of today. We had a good inspection here at the stables of Van Manen. En this is een lap of honor of the new model mare, Gea van de Slothoeven. Thank you for watching.